Ik sta hier in een kersttafereeltje. Het zijn ook allemaal originele kerstboompjes uit 1900, dus nog ver voor de oorlog. De Nederlanders vierden gelukkig nog kerst op de traditionele manier, met engeltjes en piek. Maar de Duitsers, die wilden ook wel kerst vieren, maar van Hitler mocht dat dus niet, omdat Jezus een Jood was. Het moest een Arisch feest worden. De Duitsers hebben er dus als het ware een Germaans feest van gemaakt. De Noorse god die mocht vereerd worden en niet de Davidster, dus niet een Joods feest. Dat mocht absoluut niet. Himmler heeft zelfs de kerstliederen herschreven om het een nazi-propaganda feestje ervan te maken. De Duitsers maakten dus ook speciale kerstversiering. Of op de kerstbal stond Heil Hitler, of het SS-teken, of een hakenkruis. Dus er werd gewoon voor die kerstbomen, dus ook Duitse kerstversiering gemaakt.